Die trotse Afrikaanse film Barakat het reeds groot opslag in ons land gemaakt en voor soveel besondere redes. Ek gesels met Ephraim Gordon vandag, die vervaardiger van hierdie unieke film. Ephraim, welkom bij ons. Nee, dank je dat jullie mij genooi het. Okay, so Barakat is een Rubicon wat jullie oor gestiek het vir ons, vir jullie, vir allemaal in ons land. Waar het dit als begin? Al, ek en Amy wou een blikkie in die liewe van breinmense ingee, wat nog nie soveel gezien was op die. As ek kan nou movies wat ons tentoongestel het in die verlede het gegaan oor geweld en waar ons gedompel is in permanente armoede. En ons wou een ligter kant van onszelf wees. Een kant waar ons, hoe ons is met ons families, een liefdevolle kant, snaakse kant, maar ook een kant waar ons as, te ware as mense gezien word, wat ook deel met hartseer en verlies. En daar is waar die idee van Barakat begin het, en ons wou ons self op een kunstige manier aan die wereld wees. En ja, Barakat was geboren. Barakat is een familiestory, een Kaapse story. Waar het die naam Barakat vandaan gekom? Op die Kaapse vlakte in Rego die Kaap. Eindelijk, ek was gister weer by die tafel van een Christen familie wat gesê het, gee vir my Barakat huis toe. Het gaan oor as jy na een familiefunksie toe gaan of een funksie in general, wat jy my na huis toe gaan, is jou Barakat, jou pakkiekos. Ja, en zou ook noem hulle het een skaftien. Oor doggy bag. Een doggy bag, ja. So daar is jou Barakat, maar want daar is die symbool van jou seëning, van jou blessing, wat iemand vir jou gee. En een Barakat, een blessing, kan ook ander dinge aanneem. Het kan ook een mens wees. En in ons movie is die Barakat een mens wat een seëning raak vir familie. Dis aanbeweging na sterfte. Ja, om aan te bewegen na sterfte is iets wat nou so relevant is. Barakat is wel een jaar gelede, jaar en een half gelede verfilm in februari 2020 en in maart 2020 het ons eerste in lockdown gegaan. So toe ons vir Barakat gemaakt het, so ons nooit kon dink dat die wereld te midde van soveel verlies sal hulle self bevind as die movie gereleased is. So toe ons een story wil skryf van verlies, wil ons een story skryf van hernieuwing. Want dis wat verlies teweeg bring. En is symbolisch dat die movie in die tyd uitgekom het waar so baie van ons met die verlies van spesifieke pa of een ma of enige ouer of familielid moet deel. Ja. Die film was so goed, ek moet het 3 keer en ek sal het nog weer en weer en weer kyk. Maar wat vir my getref het is dat het so authentiek en real is. Die tonele in die moskee, in die huis, tussen die broers, die graveyard, alles is so authentiek. Was dit deel van die plan, was dit jullie doel om het zo authentiek als moontlik te hou? En jullie het in my boeken, maar hoe het jullie dit recht gekry om het zo authentiek te maken? Authenticiteit, authenticity is wat mensen aan jou product in aanklank laat vind. As jy die waarheid vertel van jouself, gaan het resoneer met iemand anders, alhoewel jy nie of jou ken nie. So, ons het besluit om die waarheid te vertel van onszelf in die hoop dat ander aanklank sal vind daarby. Van op die einde van die dag, of sy nou Christen of Muslim is of Brein is of Wit is of Zwart is, menswees is menswees. So het was belangrik vir ons, vir die film, vir die eerste een van sy soort, om seker te maak dat het vertel word dier die mense van die wereld. So, dis waar ek dink die oebe authenticity vanuit afkom, want die meangstokkie was aangestiek en was geplaas die mense wat hulle hele lewe al meang rek. So die was vir ons belangrijk. En ek stem 100% saam, toe ek die film die eerste keer gekyk het, ek dink ek het na die tyd vir jou gesê, dit was, ek kon die film reik, ek kon die film voel, hoe die gordyne en die doilies, van die soveel memories wat ek het, as kind, wat groot geraak het in die gemeenskap, in die gemeenskap, wat so symboliek vir my was, en soos jy sê, wat mense aanlok, van is relatable. Yep. Ja. Baie shukran, baie dramakasie. Afvoer.